Let op, sniper. Oh! We hitten de echt mooie man. Oh, hier nog een keer, let op. Oh! Jongen en mensen, super dat jullie kijken. Dit is een gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal Games Real. In deze video, jongens, gaan we lekker naar Retro Road. Lekker een chille stand natuurlijk. De bus ging er direct overheen. Dus ik dacht van, ai, het wordt waarschijnlijk best wel een drukke boel hier. En dat kunnen we nu wel. Yo! Oké, het wordt ook een druk. Oké, ik ga mijn best doen. Gewoon om natuurlijk zoveel mogelijk kills hier op te pakken. Zou sick zijn als we dit kunnen overleven natuurlijk. Ik heb een mooie Bright Bomber skin weer een keertje aangezet na een lange tijd. Ik dacht van, weet je, deze skin is super dope. En ik heb een gratis pickaxe gekregen van Fortnite zelf, omdat ik natuurlijk de Save the World versie heb gekocht. Dus vandaar heb ik die pickaxe. Ik dacht van, ai, die past best wel chill bij de Bright Bomber skin. En hij heeft het wapen. Maar ik heb ook een gun. Oh my god. Oh, get owned. Chill. Got him. Oh my god. Ik was even aan het stress dat ik daar dood ging. Oké, we hebben de eerste kill binnen. Dat is chill. Ik heb geen mensen helaas. Fuck. Ja, ik wou die ammo nog meepakken. Maar daar was ik net iets te vlug voor. Alright. Eerste kill is binnen. Die kerel had wel een SMG. Dus hij had me easy kunnen hebben hier. Maar ik schoot gewoon toch wat vaker raak. Dat is wel chill. Alright. Oké, ik ga denk ik rustig gewoon opbouwen. Want ik denk dat overal hier in Retail wel mensen zitten. Dus bij deze huisjes ook wel wat. En ik moet toch wel even wat loot zien te fixen. Want ja, het is niet echt mega goed spul wat we nu hebben. Wel een sniper, kijk eens aan. Alright, met zitten we ook wel decent. Alright, zullen we even dit huisje looten voor eventueel een shotgun of zo? Dat zal even fijn zijn. Gewoon een shotgun voor close range. En oh, kijk eens aan, een grote pot. Kijk, we hebben toch weer wat HP erbij. Want er zijn toch even 22 HP'tjes net verloren door die guy. Hij had dus echt maar letterlijk één hit of zo geraakt. Dat was niet veel, man. Die kerel had echt alles vol kunnen sprayen. Maar ai, we hebben in ieder geval dat overleefd. Dat was super chill. Ik hoor ook een kist boven mij, dus die moet ik ook even gaan looten. Ik hoor hier en daar nog wel wat schoten. Valt me op zich nog best wel mee qua lawaai in de stad, man. Meestal is het altijd als ze echt gewoon helemaal vol zitten hier. Echt knijten veel schoten, alles hoor je dan. Maar het valt op zich nog wel mee. Dus dat betekent of dat er heel veel mensen gewoon lekker elkaar zijn gang laten gaan. Of dat er heel veel mensen, zeg je, heel veel aan het looten zijn. Dus dat er nog steeds heel veel mensen in deze stad kunnen zijn. Dus we gaan het gewoon zien. Ik heb in ieder geval weer gewoon lekker veel shield, dus dat is super fijn. Ik heb op zich gewoon decent wapens. Ik zie daar mensen op het dak. Die kerel gaat net achter het dak langs. Ik hoor daar ook schoten. Let op, dit snipe. Oh my god, dat was een hit. Hij stopt ook precies toen ik schoot, hè. Oh, die kerel gaat daar zitten. Oké. Okay. Ik ga misschien echt iemand door. Oké, weet je, we gaan gewoon pushen. Ho! Okay, we hebben onze eigen enemy, denk ik, een beetje gevonden. Die zit daar op de fucking huis. Oké, okay, ik hoor heel veel schoten. Maar het kut is... Dat is één. Dat is een perfecte sniper. Let op, deze guy ook. 3, 2, 1. Laat je kop zien. Dat is nog eentje. Komt er nog één? Ik wil een triple kill halen. Laten we nog even iemand snipen. Ik word daar weer schoten. Kan ik net niet zien. Oh, die was close. Oké, nu zit die kerel op dat dak op ons te schieten. Ik heb nog steeds geen shotgun. Weet je, vang deze klinger maar. Oh, gek. Dat was close. Ja, ik moet een beetje nu alles op met mijn sniper doen van afstand. Kijk, de AR heb ik ook niet zoveel ammo van. Oké, weet je, we gaan gewoon een beetje pushen. Ik ga naar die kerel toe die ik daar had gekillt. Want ik hoop dat die kerel iets van een shotgun heeft. Deze guy die een beetje aan het pushen naar mij is, ben ik best wel bang voor. Ik zit nu op het dak volgens mij. Alright, hij gaat er echt naar mij toe. Ik heb natuurlijk ook van die stinky nades, dus dat is super chill. Nu... Oh god, die was fucking close. Ik gooi gewoon heel veel van die stinkies. Ik heb geen shotgun, bro. Is niet eerlijk. Oké, ik... Volgens mij heb ik hem best wel heftig geraakt, deze man. Oh! Huh? Elementen... Ik heb hem gekillt met een trap. Hoe kan dat terwijl ik niet eens in het huis ben geweest? What the fuck? Oké, okay, ik zit even serieus. What the heck? Wacht, dat betekent dat hier dus een trap in zit. Maar ik ben niet eens in het huis geweest, jongens. Hoe kan dat? Oké, okay, wacht. Is dit nieuw? Waar zit die trap? Volgens mij daar dan. Oké. Okay. Hier is... Oh my god, huh? Die trap is ook helemaal geglitst volgens mij. Het zit helemaal door het plafond heen. Oké, okay, ik zit even te kijken. Misschien komt dat of zo dat doordat ik deze guy heb gekillt met die trap, dat ik nu daar de kill van krijg. Omdat die kerel natuurlijk dood is, dus geen kill meer kan krijgen. En ik die kerel heb gekillt. Zal dat nieuw zijn? Want normaal is dat nooit zo. Dan ben je gewoon altijd take the L of zo, weet je wel. En dat rijmt. Hé, hey, oké, okay, dat was... oké, okay. Oeh, enemy. Enemy, vriend. Oké, okay, ga je het editen? Hij gaat hier omhoog. Wat ben jij aan het doen, gast? Oh, hij is die boom aan het hakken. Hij heeft niet zoveel mats dus. Wat ben jij aan het doen?
Hoppakee, dat was easy kill. Easy kill, jongens. Ik zit nog steeds te denken van hoe de heck ik die trap kill heb gekregen. Want ik denk dat het dus nieuw is. Dat als je iemand hebt gekilled en die kill heeft nog een trap of wat dan ook hangen. Dat jij dus daar de kill van krijgt. Op zich wel een leuk systeem. Want ja, degene die natuurlijk waarvan die trap is. Ja, die kan geen kills meer krijgen. Dus ze heeft er toch niets aan. En ik krijg daar toch weer een kill voor. Ik vind het helemaal prima, gast. We zitten gewoon op 5 kills, jongens. Easy going. Read to row is denk ik wel uitgemoord. Ik denk dat dit letterlijk iedereen was. En je weet maar nooit, dus ik ben nog steeds wel een beetje op moede. Maar ai, dit ging clean, man. Gewoon chill spelen. Gewoon easy going. Lekkere snipe kills achter elkaar. Dit was mooi, man. Dit was chill. Alright. Oh, nog meer. Dat bedoel ik. Ik denk vanaf die kant. Ja. Ik zit op dat dak. Daar, oh. Oké, ik ga die kerel gewoon weer proberen te snipen. Ik ga even dit dak op. Hier, huppakee. Ik kan hem net niet zien hierachter. Ah, hij heeft een rift. Wauw. Uit de lucht. Vriend, kom hier. Dat is één hit. Kom op, mijn aim zit erop. Jeetje, wat is dat lastig te raken nog, man. Oké, ja, wauw. Dit is weer zo'n pushy volgens mij die de hele tijd weggaat. Maar hij is volgens mij niet heel ver gekomen. Wat best wel dom is van hem trouwens. Maar ik heb hem één keer geraakt. Hij heeft dus nog wel wat shield. Maar volgens mij niet heel veel meer. Sowieso 30 eraf. Oké, we gaan een beetje naartoe. Ik moet wel een beetje op mijn match letten, want het is niet heel erg veel wat ik heb. Dus ik ga af en toe gewoon wel wat hakken als ik kan hakken. Bijvoorbeeld nu, ja, zie ik niet echt een enemy hier om mij heen. Behalve deze guy natuurlijk die hier is geland. Dus ik wil hem even gaan vechten, man. Dan hebben we alweer 6 kills. Dat is best wel veel. Oké, hij zit hier. Dat is een hit. Nu heeft hij heel weinig HP'tjes. Achter de muurtjes blijven. Goed zo, blijf maar lekker sprayen, vriend. Ik kom wel naar jou toe. Vriend, kom hier. Wat ga je nu doen? Oké, hij gaat omhoog bouwen. Wat een build skills. Oh nee, toch niet. Oh, wat was die kerel aan het doen? Wel een gouden scar. Chill, let's go jongens. Ai, we gaan lekker man. Ik drop de klinkers even voor de glider redeploy. Want gliders jongens, echt. Het kan echt gewoon zo erg je leven zeven. Maar oh, 5 minis. Ik ga voor de minis. Oké, ik hoor weer een schot houden. Het is echt niet normaal druk hier nog bij Reto, gek. Oké, ik heb nog steeds niet zoveel mes. Die kerel had ook niet heel veel wat bij zich. Dus ik moet nog steeds daar een beetje op gaan letten. Waar is deze gast? Iemand zat hier te schieten, 100%. Alleen waar? Op de berg of hier beneden al, in dat hockey? Verdorie man, ik hoorde een schot, maar ik heb geen idee waar iemand zit hier. Een beetje aan het gluren, je weet maar nooit. Is hij denk ik Rito ingegaan? Kan wel hoor. Er zit hier in ieder geval wel een gast, dus ik blijf wel even op mijn hoede hier. Ai, met 6 kills, nog 20 man remain, dat is best wel, dat is netjes hoor. De laatste tijd kom ik niet zo heel veel mensen meer tegen of maak niet eens heel veel kills meer. Maar dit is op zich gewoon clean scoren. Alleen, ik wil wel even deze guy gaan zoeken, man. Ik hoorde 100% een hunting rifle schot of iets richting met een sniper of zo. Nee, geen heavy sniper. Oeh, daar is ook wel wat gebouwd. Ik denk dat die... Ja, de safe zone zit hier ook. We zitten ook echt vet grote safe zone nog. Dat bedoel ik, zijn best wel weinig mensen nog over in deze hele grote safe zone. Dus ik denk dat we... Dat was niks. Oké, ik dacht dat het een rift was. Ja, ik moet denk ik gewoon nu veel mats gaan farmen, jongens. Dat is denk ik de tactic die we nu moeten toepassen. Zodat we gewoon goed voorbereid een fight in kunnen gaan. Ja, ik zie echt helemaal niemand hier. Dus ik moet maar gewoon hakken wat ik kan hakken. En wie weet zie ik dan ondertussen wel... Oh, ik dacht... Die vlag leek echt op een of andere manier op een enemy die erop stond. Geen idee waarom. Ik zie spook, jongens. Help. Ik wil gewoon enemies zien. Dat is het gewoon. Als je geen enemy ziet, dan wil je ze gewoon zien. En dan ga je echt hele dingen, rare dingen hallucineren van... Yo, dit kan een enemy zijn. Alright. Oh, dat is chill. Er landt hier een airdrop naast me. En meestal zorgt dat wel voor wat enemies in de buurt. Dus dit is op zich wat chill dat hij een beetje hier naast me zit. Ik zit nog steeds met het gevoel dat daar iemand in Reetle zit, man. 100%. Ik zweer dat ik daar net een sniperschot hoorde, man. Het kan niet anders. En een beetje van die kant. Alleen ja, als je geen beweging ziet, dan is het ook een beetje eng of zo. Ah nee, in ieder geval, hey, de airdrop is hier geland, dus we gaan gewoon heen. Ik zie nog steeds niet echt iemand op me heen. Oké, ik hoop dat ik gewoon beschoten word zometeen, dat we even weer wat actie kunnen krijgen. Zo, airdroppie, groot shield. Oké, SMG hebben we wat aan. Oké. Nou, het was niet een hele denderende airdrop, maar een SMG goud is best wel chill mee te nemen. Dus dankjewel daarvoor. En kijk, dat bedoel ik. Dit had ik dus even... Oh my god, besef hoe dichtbij die kerel zat. Hoe dan? Wat ga je doen? Oh, ik zat te pre-firen. Yo, wat is deze gast aan het fucking doen nou, hè? Ik ga gewoon naar beneden schieten, fuck it. Is hij al naar beneden aan het lopen? Ja, oké, okay, slim van hem. Oké, okay, het is gewoon dat ik niet zo heel veel mats heb, dus ik durf niet heel erg... Een build fight in te gaan met deze guy. Wat is deze gast allemaal aan het doen nou, hè? Zit hij nou hieronder? What the fuck? Deze gast is raar, jongen. Oké, wat een gast.
Oké. Ja, gast, what the fuck. Oké, gratis kill zou ik maar zeggen. Die kerel heeft me gewoon letterlijk 0 keer geraakt. Ik weet niet wat het is, maar niemand heeft echt match bij zich. Het is echt een dood potje gewoon. Ik heb toch nog steeds wel 7 kills. Dus dat is op zich nog wel decent. Ik ga natuurlijk altijd voor de 10 in de solo potjes. Dus we zijn gewoon lekker op dreef. Alleen echt die safe zone. Het wordt nu pas een beetje... hoe heet dat? Zeg maar, we zitten nog met 11 man. En de safe zone past er nu pas echt wel bij. Meestal zal je nu... Ja, de vorige season wel met 30 man nog of zo over zijn. Maar dat kon natuurlijk omdat je geen HP er meer bij krijgt na een kill. Dus ja, mensen gaan gewoon wat sneller dood. Of wat vaker, of weet ik veel wat. Dus dat is best wel een dingetje, man. Je ziet dat wel gewoon gelijk weer. Solo's is een beetje, ja, niemand kan meer gerevived worden en alles. Dus iedereen gaat maar gewoon een beetje dood. Het is gewoon gelukkig of je iemand tegenkomt. Die bussen trouwens staan hier ook in solo's. Daar heb je helemaal geen kut aan trouwens. Even zien, zit hier nog iemand? I don't know, ik heb in ieder geval een hoverboard. Dus ik kan nu wel een beetje tempo erachter maken om iemand te gaan pushen. Alleen ik zit nu wel een beetje met, ja, ik heb niet zo heel veel match, man. En ik weet niet of dat me een beetje, dat kan zo meteen wel gevaarlijk worden. Maar ik wil gewoon even wat kills. Ik ga niet weer 3 jaar lopen. Oeh, shit, ouwe. Let op, sniper. Oh! We hitten de echt mooie, man. Oh, hier nog een keer, let op. Oh! Nee, hou op, man. Deze enemy is gepakt, jonge vriend. Oh my god. Wat een heerlijke snipers. Dat waren gewoon 2 clean hits. Ik heb trouwens een grote pot, dus dat is super chill. We are back, jongen. Oh my god. Wat een fucking hit was dat, gek. Dat waren gewoon 2 hits vanaf het hoverboard, hè. Waar is trouwens die minis? Dankjewel. Oké, ik hoor nog iemand. Moet ik even zijn match pakken, man. Ik hoop dat deze kerel veel heeft. Oké, ik hoor iemand gliden. Ik weet niet of hij naar mij toe gaat. Deze guy had ook niet zoveel match, man. Fuck, ouwe. Dat is wel jammer. Ik moet ook weer omhoog gaan bouwen. Niemand heeft echt match, man. Wat is dit? Ze moeten gewoon die match rating omhoog gooien, man. Die 40% was super relaxed. Waardoor je natuurlijk gewoon wat meer match krijgt als je bijvoorbeeld een boom hakt of iets anders, een steen of zo. En nu is het gewoon heel weinig. Volgens mij is die kerel een beetje daar bij die huisjes geland. Dus daar kunnen we op zich wel even heen gaan. Chill. Hey, 8 kills. Nog 2 voor de 10. Dus daar gaan we voor. Ik zit alleen nu wel echt met mijn match, man. Dus ik ga wel denk ik een beetje hakken. Ik hoor iemand ook met zo'n bal achter me. Of daar zelfs. Oh shit, ik klap wel heel ver door. Oké, ik moet hier even wat gaan hakken, jongens. Anders gaan we het niet redden. Ik kan niet echt een bouwfight nu aangaan. Oké, die ball guy, kistje, je weet maar nooit wat erin zit. Rift to go of zo. Oh, Scar. Nee, paars hoeven niet. Ik heb al gouden. Alright, ik ga gewoon wat boompjes hakken. Op zich, we zitten gewoon voor de rest gewoon goed voor. Qua wapens helemaal chill. Qua, hoe heet dat? HP ook gewoon prima. Alleen de match is wel echt jammer, hoor. Ik moet echt gewoon veel hakken. Ja, ik ben er gewoon nooit zo van endgame om veel matches weer te gaan farmen. Maar ja, het moet maar even nu. Misschien dat er ook nog mensen in salties zijn. Dat kan ook natuurlijk. Oké, gewoon even wat boompjes hakken, jongens. En dan komen we er wel weer bovenop. Oké, die kerel gaat daarin. Oh, chill. Wat gaat die gast doen? Ik wil weer een mooie snipe hitten. Ik weet niet, op een of andere manier die heuvel... Moet er gewoon gekke snipes worden gehit. Ja, die kerel zit daar nog steeds boven. Die gaat daar wel een beetje rondhangen, denk ik. Ondertussen ga ik gewoon nog door met boompjes hakken. We zitten bijna op die 200 hout, dus dat is chill. Je kan gewoon tot 999 beseffen hoe weinig we eigenlijk hebben. We hebben letterlijk 400, 300 hout of 300 mensen in totaal. Dus dat is echt niks gewoon vergeleken met dat mensen gewoon letterlijk 3000 hout of mensen kunnen hebben. Dus ik moet wel even doorfarmen. Die kerel zit in ieder geval... Oh, daar wordt ook gebouwd. Oké, dan zitten ze een beetje daar allemaal. Die kerel gaat daar zitten. Die andere chap zit daarboven en ik zit hier. Alright, er zijn nog steeds wel wat meer mensen over. Dus ik denk dat hier ergens ook nog iemand rond zit te banjeren. Maar ik heb geen idee waar en hoe en wat. Zit hier nog iemand? Hallo jongens? Een achterblijvertje of zo? Hallo? Nou, ik kom vanzelf wel achter. Ik denk dat ik gewoon een beetje... Dat bedoel ik. Dat was... Oké, 2 guys zelfs daar. Oké, die guys denk ik een beetje weg. Hier zitten 2 mensen, 100%. Ja, die zitten al te fighten. Yep. Ik wil wel mengen, maar ik denk niet dat ik er op tijd bij ben. Kan ik deze snipen misschien nog? Dat was close, vriend. Dat was close. Ik ga dat gewoon pushen. Fuck it. Ai, ik moet gewoon nog 2 kills maken. Waar is mijn hoverboard? Die ligt hier ook toch nog ergens? Oh, daar volgens mij. Hier. Oké, chill. Alright, ik ga er gewoon... Vriend. Oh my god. Wat? Ik snap niet wat deze enemies allemaal in hun gedachten hebben. Maar ze blijven allemaal een beetje lang staan en zo. Oké, daar zit een guy. Hier zit een guy. Oké, ik denk dat ik gewoon maar een beetje moet gaan pushen, man. Ik kan... Dit gaat veel te sloom. Ergens zit hij hier nog. Huppakeetje. Hallo? Hij zit nu weer daarboven helemaal. Wat ge... Oh, vriend. Als je daar ietsjes langer bleef staan, dan was je dood geweest. Kut, ik kan nu niet echt meer op die hoverboard springen. Wacht, kan ik dit gooien? Oké, dat is niet aardig. Ik kan er denk ik net niet bij. Dus ik ga even omhoog bouwen.
blijf gewoon gooien. Flik hem maar op. Je vangen, boy. Zo. Oké, hij gaat weg, zie je. Dat was even de bedoeling. Nice. Kan ik even mijn minishield pakken. En mijn hoverboard weer. Dan ga ik er weer vandoor. Waar gaat de kerel een beetje heen? Ik zie hem niet echt meer. Toch gaan we een beetje die kant op. Want ik denk dat hij ergens hier is geland. Zie ik hem ergens? Ja, 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 ja. Daar zit... Oh, dat is iemand anders. Duk, duk, ouwe. Ik wil een beetje te mooi doen, denk ik, met die snipe. Maar ik moet even sowieso die twee kills nog kunnen maken. Oké, die heeft een heavy snipe. Daar ben ik wel een beetje bang voor. Alright, ik heb ook een spectator. Lol, ik heb geen idee wanneer die erbij kwam. Dat zie je, daar let ik ook nooit op, hoor. Jeetje, wat bouwt iedereen? Het lijkt net Season 1, jongen. Besef, letterlijk, iedereen zit een beetje te campen. Wat is er gebeurd met solos, man? Het is echt verrekte saai. Holy shit, ik ben echt de hele tijd bang voor zo'n schot van die heavy sniper van hem. Alright, die kerel, oh my god. Heb ik een suppress card? Ja. Kom maar naar beneden, vriend. Waarom valt hij niet? Oh my god, er zit zeker daar nog iets vast. Ja hoor, wat een lucky bastard. Oké, wacht. Klik erop. Ik weet niet of hij gaat vallen. Yo, wat duurt dat lang? Oké, hij valt sowieso ietsje. Oké, best wel hoog stuk. Hij is fucking weak. Deze guy is weak. Oh my god. Bro, je hebt echt weer de luck. Waar zit die gast? Hij zit hier binnen. Ik hoor iets van een dikke gun laten vallen. Hij bouwt me de hele tijd in, hè? Dacht er niet, vriend. Je bent low. Dan gaan we hier zitten. Wat een kampeerde, jongen. Oh nee. Ik ben echt. Ik heb geen idee wat deze guy aan het doen is. Maar ik ga even een mini nemen. Er is nog steeds niemand doodgaan, hè? Besef. Maar deze guy moet ik hebben. Deze guy moet ik hebben. Gewoon qua loot. Oké, ik ben ook bang dat ik niet. Ik wil niet gesniped worden door iemand anders. Wat de frick is deze guy aan het doen, man? Even serieus. Oké, er is nu wel iemand doodgegaan. Deze guy heeft zich helemaal klem gebouwd. Wacht, lagen daar stinkies? Ja, ja, oké. Dat komt perfect van pas. Ik pleur gewoon het hele huis onder. Zie, kan ik dat nog even voor? Ik heb geen idee waar die kerel zit. Daar dus. Goedemorgen. Doei. Hoppakeetje. Zo doen we dat gewoon. Easy going, hoor. Ik doe er niet moeilijk over. Ik prik je gewoon in één keer neer. Ai, chill. Nou, de... Hots, dat is er weer één. Jongen, jongen. Wat zijn jullie allemaal aan het klunzen, jongen? Echt, ik doe gewoon echt letterlijk geen moeite bijna voor om deze guys allemaal neer te krijgen. Maar hun doen ook geen moeite om fucking een fight op te... Fight? Oh, dat is echt heel raar. Om een fight op te zoeken. Wat de heck is iedereen aan het doen, man? Die kerel zit gewoon vet rustig daar lekker om mij te sprayen. Oh, die zit daar. Ik wil heel even zijn mes pakken daarboven, man. Daarna ga ik op die guy af. Er zijn nog twee andere personen, jongens. I chill. Maar ik moet gewoon even wat shit erbij hebben. Ik heb 3 spectators. Lol. Waarom zit iedereen mee te spectaten? Dat kan ook. Ik vind het alleen maar gezellig. Prima. Gewoon even. Huppakee. Gaan we hier omhoog. Huppakeetje. Chill. I, kijk eens aan. Wat een loot had deze knaap ook weer, jongen. Holy knijters. Oké, weet je. Ik neem nooit die grenade launcher mee. Ik neem hem gewoon een keer mee. Scheid. Weet je, die guy deed het ook. Hij zit ergens daar beneden. Hup, daar oh. Rennen gewoon schot. Kijk hoeveel mats deze guy had, jongen. Houd van hier tot Tokio, gek. Oké, okay, maar waar zit die laatste twee enemies? Ik denk een beetje daar. Oh, je ziet hem. Gewoon YOLO. Fuck it. Kijk of die raak gaan. Hold it. Zie je wel? Ik hoorde het. Oké, okay, even een mini nemen. Dit vond ik niet fijn. Kan ik ook nog een kampvuur? Ja, ik heb er één. Ik heb helaas geen launchpad, dat is ook kut. Hold dit. Oh my god. Ik heb een kampvuurtje nog. Oké, hij is vet low. Kan ik die grenade launcher hier ergens op krijgen? Helaas geen hit, hij zit hier.
doos kopen. Oh shit. Laat maar. Dat doen we niet. Dit is een John Wiggle. Dit voelt echt een paar seasons terug, jongen, dit potje. Dit is echt raar. Ho, hij zit hier. Beb. Ja, hij is vet low nu. En hij gaat dood door de storm. Hij was solo. Wat een raar potje was dit. Ik zeg je eerlijk, ik weet niet wat. Ik heb nog steeds gewoon de 10 kills gehaald. Dus dat vind ik prima. Maar het was echt letterlijk of we echt 3 seasons of 5 seasons zelfs terug speelden. Zo rustig, die vibe gewoon. Iedereen zat een beetje in te bouwen. Ik vond het op zich wel leuk, jongens. Toch nog even zieke snipes neergehit. Dat was echt super ziek. Holy shit. En holy damn, die kills waren echt op top, jongen. Dat was echt top. Jongens, ik wil jullie super bedanken voor het kijken naar deze video. Als je de video leuk vond, begin zeker even op dat blauw duimpje omhoog te rammen. Kunnen we de 2000 likes halen. En heb je nog niet mijn supporter creator code gebruikt? Gamesfriel, middelstreepje, YT. Zou super doof zijn als je natuurlijk daar iets mee koopt in de iShop. En als je dat doet, je krijgt een shout-out als je dat opstuurt via Instagram. Als je dan bewijs ziet van dat je iets hebt gekocht met mijn code, krijg je een shout-out in mijn Instagram stories. Jongens, ik ben op zich best wel hyped. Dit was een lekker potje. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet duimpje omhoog te abonneren. En zeg tot bij de volgende video. Not me.